Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing en review van de Nerf Minecraft Sabrewing. Sabrewing? Gewoon een bow en arrow. Laten we het daarop houden. Nou goed, dit is dus een Minecraft Blaster, oftewel een andere game blaster. Alweer. En ja, volgens mij is dit de derde Minecraft Blaster die ik heb. Ik heb een hamer, ik heb een kruisboog, ik heb ook micro shots. En naast dat heb ik deze dus. En dit is dus een motorized bow en arrow. Hoe kan dat? Ik ben zeer benieuwd in ieder geval. Ik heb hier voor de rest zelf nog geen filmpjes of wat dan ook van bekeken. Dus ja, dat is op zich alleen maar interessant. Maakt het alleen maar leuker voor mij om het uit te proberen. En ja, ik ben super benieuwd naar deze blaster. Dus laten we gaan beginnen met naar de doos kijken. Let's go. Nou, het is voor de rest een dichte doos, wat alleen maar goed is. Dus kan je de blaster niet beschadigen. Voor de rest zie je groot Nerf. Je ziet mooi de blaster, 8+. Het komt ook met 8 darts. Voor de rest heb je 4 AA batterijen nodig. Hier staat mooi Minecraft Sabrewing. En hier staat ook nog Motorized Bow. En hier staat ook nog de Hasbro en nog de studio en zo waarvan het is. En natuurlijk plastic free packaging. Voor de rest op de zijkant niks, onder niks. En achter heb je voor de rest nog een beetje de functie van de blaster. En dat die 17 centimeter lang is. Hier ook nog Minecraft Dungeons. En dan de bow, zeg maar. 8 darts en een hoop waarschuwing dingen. En Nerf spul en Hasbro en alles. Dus ja, laten we deze blaster maar eens gaan unboxen. Oké, in de doos krijg je dus de 8 Elite Darts. Je krijgt de blaster met het magazijn dus er al in. Want het is eigenlijk dus een magazine blaster zelfs. En voor de rest heeft het ook nog de instructies en dat soort dingen. Goed, deze blaster moet ook in elkaar worden gezet. Dus dat gaan we ook even bekijken hoe dat moet. Zo te zien, vrij makkelijk zo te zien. Zo. Ja, zo dus. Oké, goed. Dit is een heel interessant concept. Ik ben zeer benieuwd. Goed jongens. Ik ga even deze blaster gebruiken en ik zie jullie zo meteen weer terug. En voordat ik het nog vergeten, moeten trouwens ook nog batterijen in deze blaster. 4 AA batterijen. En die moeten hier zo in bij de blaster. En ja, dat was ik even vergeten om te laten zien aan jullie. Dus ja, ik wou deze blaster gebruiken en toen opeens deed hij het natuurlijk nog niet. Want ja, het is niet een normale blaster, bow and arrow blaster zeg maar. En zo gaan de 4 batterijen erin. En dan zijn we klaar om te gaan. Oké, goed. De Minecraft bow, want ik ga het gewoon even zo noemen, is een super unieke, bijzondere blaster. Wauw. Wat een originaliteit. Echt wel props naar Nerf hiervoor, want dit is een heel bijzonder design en systeem. Want holy moly, dit is echt wel iets. Ja, dit is iets nieuws. Zeg maar, dit is echt het meest nieuwe van het nieuwe wat ik ooit heb gezien. Dit heb ik nog nooit gezien. Maar goed, laten we eerst gewoon even over de blaster gaan en dat soort dingen. En dan, ja, zoals je ziet, dit is een Minecraft bow. Voor de rest geen bow en stanchion point natuurlijk. Dit is gewoon het enige wat je hebt. En ja, voor de rest nergens. Tech the Grills, alleen deze, ja, blokkige figuren natuurlijk en zo. En dat is alles wat je ziet. Natuurlijk wel mooi Minecraft hier. Voor de rest nergens de naam van de blaster. Wel nog Nerf ook op het handvat. En ja, dat is het. En aan de andere kant gebeurt eigenlijk het meeste. Hier heb je natuurlijk voor de rest de batteries zitten. De batterijen. En die moeten daar 4 in dus. Voor de rest heb je hier nog de ergens door. Het is soms lastig om te zien. Ja, hier zo moet je in als je enigszins jams hebt. Want ja, dit is dus een magazine blaster. De magazine release zit hier zo bovenin. Die druk je maar heel lichtjes in. En dan komt de magazine eruit. Nou, dit is een 8 dart magazine. De eerste in zijn soort weliswaar. En ook de enigste waar, die zeg maar in deze blaster kan. Deze blaster kan geen enkel magazijn gebruiken. Behalve deze. Het is echt een uniek dingetje. En als ik ook hier inkijk, denk ik van wat gebeurt er allemaal in? Maar ja, het is iets heel unieks. Echt alleen deze magazijn past hierin. Voor de rest wil je deze magazijn nog in andere blasters gebruiken. Dat kan weer wel.
Maar ja, het is maar een 8 dart natuurlijk. Het is nog minder dan de 6 dart, dus ja. Maar in andere blazers past die wel. Alleen in de bow past voor de rest niks anders dan dit magazijn. Dus ja, en dat is ja vrij simpel. Het zijn dus 8 darts en die reload je ook weer hierin. En het ja, verstopt zichzelf heel goed. Als je ja, er niet echt op let, als je heel snel voorbij ziet gaan, zie je niet dat het een magazine heeft. En dat het überhaupt een motorized blaster is. Voor de rest heb je hier een trigger zitten. En dit is de trigger om te schieten. Ja, niet om te motorize. Dit is niet dus om te zorgen dat de motors gaan draaien. Nee, dit is de trigger om te schieten. Het touw is de motor. Ja, dat is heel raar. Voor de rest, de blaster kan ook niet schieten zonder dat je voor de rest de string dus naar achter houdt. En dat is alleen maar goed. Dat is een lock en dat is een goede lock naar mijn mening. Zo kan je de blaster niet jammen of wat dan ook. Voor de rest, de string is ja gewoon heel simpel. Het is gewoon naar achter. En dan gaan de motors draaien en dan kan je hem dus dat ding indrukken. En ja, je moet er wel echt helemaal naar achter. Want druk je maar een klein beetje naar voren. Als je een klein beetje ja, slappere spieren gebruikt, dan stopt hij dus al. Ja, dan stopt hij dus al met motorizen zoals je hoort. Dat gebeurt best wel snel. En ja, dat is een best bijzonder systeem. Dat heb ik echt nog nooit in mijn leven gezien. En het is wel een heel cool systeem, moet ik eerlijk zeggen. Dit is wel een van de coolste blazers die ik in tijden heb gezien. Ondanks dat niet alles even comfortabel zit. Maar ja, daarvoor gaan we dadelijk naar de mening toe. We gaan eerst deze blazer nu lekker schieten. Wat wel een gedoe is, aangezien je elke keer deze magazijn opnieuw moet laden. En dat was wel een pain in the ass. Maar daar komen we dadelijk op. Laten we gaan schieten. Kom. Kom mee met je pickaxe. Let's go. Goed, oké. Ik heb het magazijn gevuld. We gaan het magazijn van beide kanten 2 keer afschieten helemaal. Dus ja, ik moet hem 1 keer gaan herladen hier zo. En 1 keer naar de andere kant toe. Dus laten we dat maar eens gaan doen. Let's go. De Saberwing dus. Als het goed is spreek ik het zo wel goed uit. Als het goed is. Ja, de Saberwing. Laten we over de mening gaan. De blaster is super uniek. Super leuk. Daar kan ik niet over liegen. Ik vind het echt een super leuke blaster. Maar het is niet het proberen waard. Het heeft ook een hele hoop fouten. In het algemeen dat de string voor de rest en dan dit schieten vind ik een leuk grappig idee. Maar de grip is gewoon best wel krapjes hier tussen. En je weet nou niet of je met je middelvinger moet schieten of met je wijsvinger. Je wijsvinger wil je eigenlijk het liefst gebruiken. Want dat is gewoon je standaard shooting trigger finger zeg maar. Maar dat gaat niet zo makkelijk. De grip zit daar gewoon niet goed voor. Het is meer de middelvinger en... Dat is heel wat bijzonder werk. Voor de rest, de magazine release is ook een hele bijzondere plek. En ja, in het algemeen zit ja, de magazine moet je best wel een beetje eruit rukken. Het is niet een heel smooth systeem of wat dan ook. En jammer dat letterlijk, je kan geen enkele magazijn gebruiken dan dit magazijn. Dat is best wel jammer. Ja, dat is een bijzonder ding. Maar naast dat vind ik het een super unieke, mooie systeem dat je dit moet gebruiken. En dan schieten. Ik vind dat looks ook gewoon heel erg gaaf. Ik ben gewoon een fan van Minecraft. En dat het motorized is, vind ik heel erg grappig. Ik vind het een heel super uniek, gaaf idee van Nerf om het zo te maken. En ja, props naar Nerf. Jullie hebben het goed gedaan bij deze blaster. Naast dat, de FPS is niet zo best. Ik kwam niet hoger dan de 60 FPS. Voornamelijk zat die rond de 55, 57 FPS. Dat is best wel laag. Maar aan de andere kant, de andere blasters van Minecraft waren ook niet al te best. Dus ik had ook niet echt veel grote verwachtingen. In het algemeen, deze blaster ga je zelf niet snel gebruiken. Want je kan niks anders gebruiken dan dit magazijn wat maar 8 darts is en that's it. Dus ja, en ja, in het algemeen, na een uur schieten zoals ik heb gedaan, is je hand best wel verkrampt. En geeft het geen lekker gevoel meer in je hand. Dus ja,
Dat is best wel jammer. Maar het is niet anders. Ik vind voor de rest wel deze blaster het kopen waard. Voor in ieder geval bepaalde mensen. Ik denk als je Minecraft fan bent, dat deze blaster super leuk is. Zeker als je Minecraft Dungeons speelt. Dat speel ik persoonlijk niet. Ik ben meer gewoon een Minecraft survival guy. Maar naast dat, ja, ben je van Minecraft Dungeons, dan is deze boog wel voor jou, denk ik, bedoeld. Dus ja, ik raad hem op zich wel aan voor die. Voor Nervers zelf? Ja, nee. Dit is meer een blaster die je voor één keer voor de grap gebruikt in een Nerf War. En daarna leg je hem weg om hem te vergeten. En ja, gewoon af en toe een beetje voor de grap mee te schieten. Maar dat ja, is ook niet helemaal de juiste functie ervoor. Dus dat is altijd wel weer jammer. Maar goed, ben je alsnog geïnteresseerd in deze blaster bow? Linkje staat in de beschrijving. Voor de rest staan er nog meer linkjes in de beschrijving. Dus ga dat zeker even checken. En voor de rest zie ik je allemaal weer bij de volgende video. Later!